dat ze op de kruising al ging denken aan hoe kom ik die laatste binnenbocht door. En dat het vanaf dat moment eigenlijk niet goed meer ging. En dat ze ook wist op het moment dat ze over de streep ging dat ze geen medaille gewonnen zou hebben. Goed, daarover straks meer. We gaan eerst kijken naar Shelly Reed Scarwan tegen de Amerikaanse Peggy Clayson. Shelly Reed is een mevrouw die een uitstekende 500 meter in de benen heeft. Ze was zesde op deze afstand 4 jaar geleden in Calgary. En als er namens het Canadese kamp iemand voor een verrassing zou kunnen zorgen, dan zou het Shelly Reed moeten zijn. Ik denk nog niet direct aan een medaille, maar ik denk zeker aan die 10e plaats van Meijer. En ik denk wellicht aan die 5e plaats van Aftink. We zijn vertrokken voor het tweede deel van de 500 meter. 9 paren nog. En Shelly Reed opent in 11.10. Dus een beetje langzamer dan we gewend zijn in het eerste deel van deze wedstrijd. Waarbij nog altijd de vraag in de lucht hangt of de Chinezen vanwege die problemen op de kruising van Chao Boye over zullen gaan tot het indienen van een protest. Dat zou kunnen. Strijd tussen Reed en Clayson. Shelly Reed gaat winnen. 41.83 en dat is een teleurstellende tijd voor Shelly Reed die daarmee de 10e positie van Herman Meijer nog niet eens aan kan. 41.95 voor Peggy Clayson. Norway, Norvège, Mihaila Delescu, Roumania, Roumanie.